De centrale markt Paramaribo heeft vanmorgen voorbereidingen getroffen om haar deuren te openen. De marktventers waren dan ook druk bezig hun standplaatsen schoon te maken. Districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost heeft gisteren tijdens de persconferentie van het COVID-managementteam aangegeven dat het streven is de markt morgen weer open te stellen. Alvorens dit gebeurt, moet het wel door de standhouders worden schoongemaakt, benadrukt de burgervader. Ze gaan dan de instructies krijgen van de marktleiding. Dat is dan de marktmeester, daar is meneer Lekton. De groothandelaren die gaan dan ook met de marktleiding afstemmen en die stoppen om 8 uur. En de standhouders, en iemand zei nog een keer nog een app waarbij meneer Lekton zei, deze de standhouders hebben genoeg ingeleverd. Dus lieve mensen, in aanloop om de centrale markt en de Friedsamarkt te openen op vrijdag 22 mei 2020 en in samenspraak met de belangenorganisatie en de marktmeester, meneer Lekton, is overeengekomen dat de standhouders op donderdag 21 mei 2020, dat is dan morgen, van 8 tot 2 in de gelegenheid worden gesteld hun kasten, bergruimte, stands te komen schoonmaken en de nodige instructies van de marktleiding in ontvangst te nemen. John Lekton, marktmeester van de Centrale Markt, geeft aan dat de instructies vanuit de leiding simpel zijn. Iedereen moet zich houden aan de COVID-19 veiligheidsmaatregelen om zichzelf en de klant te beschermen, benadrukt Lekton. Die marktventers moeten een sanitizer hebben. Ze moeten rekening houden met de social distancing en alles netjes houden. Kijk, er zijn genoeg voorlichters dat we allemaal gehoord hebben van NCCR, van COVID-team. Toch? En die maatregelen gaan we hier allemaal treffen en we gaan strakker opletten. Omdat het niet de bedoeling moet zijn dat de markt niet open is gaan, maar door ons gedrag het weer moet sluiten. De markt is een gevoelige plek, omdat we veel Fransen hier krijgen, veel toeristen. U weet, de markt is een weerspiegeling van onze bevolking. Als je hier bent gekomen, maak je alles mee. Je maakt ons culinair mee, je maakt ons kledingstukken mee, je maakt onze groentesoorten mee, ons vruchtensoorten mee. Verschillende rassen, verschillende talen. Dus als je eigenlijk in de markt komt, heb je bijna de helft van Suriname al gezien. Dus het trekt mensen aan. John Lekton, marktmeester van de Centrale Markt. Hij sprak vanmorgen over de maatregelen die morgen bij de opening van de Centrale Markt getroffen zullen worden. Lekton zegt dat elke marktventer zich aan de COVID-19 veiligheidsregels moet houden bij de verkoop van hun waren.